Hallo allemaal! Dat is echt super lelijk. Hallo. Nou, we zijn alweer een tijdje verder. Jeft is naar zijn werk gegaan. En ik heb een deel opgeruimd. Gelukkig, want dat was echt nodig. Ik heb hier de bank weer. Ja, dat dekentje in de hoek. Maar dat is niet zo netjes. Maar dat is alles. Mijn ontbijt. Ik heb dit weer een beetje opgeruimd. Ik ga straks op mijn laptop ook editen. Dit hoekje heb ik weer wat netter gemaakt. Die kabels, ja, dat blijft een rommeltje. Maar in ieder geval dat dit een soort van leeg is. Hier lagen allemaal plasticjes en zo. Ik heb alles wat van Jeff is, heb ik op zijn bureau neergelegd. Dus dat moet je even wegdenken qua netheid. Maar in principe ziet het er al een stuk beter uit. Je kan de grond zien. Ik heb mijn lampen weggehaald. De papierbak hebben we geleegd. Daar heb ik weer nieuwe dingetjes in gedaan. Glasbak heeft Jeff vanochtend weggegooid. De vuilniszak hebben we al bij weggegooid. Dus in principe is dit stuk is weer wat netter. En de tafel heb ik leeggeruimd. Die moet ik nog even afnemen zo. En ik heb mijn cameramandje uitgeruimd. Maar dan heeft hij zijn pet opgelegd en zijn clownsneus. Die denkt dat dit zijn tasje is volgens mij. En ik heb dit gedeelte weer een beetje opgeruimd. En dit is echt heel erg. Dit is echt super erg. Maar om eerlijk te zijn, ik heb totaal geen zin om de afwas te doen, want het is niet alleen voor mij. En Jeff komt vanavond thuis en dan gaan we samen dus de afwas doen. Of morgen, maar in ieder geval binnenkort. Dus dat, maar ja, ik heb gewoon geen zin om dat in mijn eentje te doen. Ik heb nu al een groot deel opgeruimd, dus daar ben ik heel blij mee. En in ieder geval wat grotendeels in het zicht ligt, dat is nu weer wat netter. Dus dat vind ik fijn. En ga ik even ontbijten en awkward kijken. En wat nog meer. Ja, dat eigenlijk. Ik heb dit weer netjes gemaakt. Ik wil nog iets doen, maar ik weet niet meer wat. Nee, voor nu even niks. En zie jullie zo. Oh my god, dit is zo grappig. Ik heb, zeg maar, als je video van afgelopen zaterdag nog niet gezien hebt, van de eerste aflevering van Hoe Dan, dan moet je hem echt even kijken. Want ik denk zelfs dat hij voor gamers zelf niet eens leuk zou zijn, maar meer voor juist degene die niet van games houden. Want ik heb persoonlijk echt een hekel aan games. Soms haat ik games zelfs. Zeker als Jeff super vaak aan het gamen is of zo, dan heb ik echt zoiets van nee. Maar ik ging dus voor het eerst gamen in die aflevering. En het hele idee van de serie Hoe Dan is dat ik allemaal dingen ga doen die ik eigenlijk nog nooit gedaan heb. Of dat ik me echt afvraag hoe dat werkt. Dus die eerste aflevering, ik weet nog niet wat de titel gaat zijn, maar misschien iets van ja, sowieso zit er hoe dan aan het eind van de titel. Maar ja, over de titel ben ik nog niet helemaal uit. Iets van ja, of Dark Souls 3 spelen, hoe dan. Maar dat klinkt niet zo pakkend als titel. Of een meisje gamet voor het eerst of zo. Of iets waar, ik weet niet, ik wil gewoon iets waarvan mensen wel denken van oh, dat is leuk. Maar ik kan me dus heel goed voorstellen als je afgelopen zaterdag niet gekeken hebt. Omdat je echt dacht van een gamevideo, daar hou ik niet van. Maar ik hou dus ook niet van games. En ik vond het echt super grappig, ook om mezelf terug te zien. Ik kan wel een klein stukje laten horen. Even kijken. Ik vond het namelijk ook vet eng, dus als je oortjes in hebt, zou ik die niet aan in doen. Een stukje. Oké, dat is een stukje. En er zit ook een stukje voor. Dat deed me een klein beetje aan de Sims denken. Dat vond ik vroeger wel leuk. En dat is dan zeg maar dat je poppetje aankleedt. En dat was ook grappig. Even kijken. Poppetje. Een meisje. Een meisje. Yes. En doe je female? Female. Ja. Girl power! Ik zie helemaal niet dat ik een meisje ben. Nee, ze is alleen maar. Maar ja, het komt erop neer. Ik ben absoluut geen gamer. En ik was echt als amateur dat spel voor het eerst aan het spelen. En Hoe Dan gaat helemaal niet alleen maar over games. Maar Hoe Dan gaat ook gewoon over, eigenlijk over van alles. Je kan ook zelf reacties achterlaten onder die eerste aflevering. Van wat je volgende keer wil zien. Een paar die ik dus genoemd had was in ieder geval pijnloos ontharen. Dat wil ik een keer uitproberen. Ik ben er heel sceptisch over. Ik geloof niet echt dat het werkt. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat werkt. Dus dat is waarschijnlijk de tweede aflevering van Hoe Dan. Maar het kan echt alles zijn. Het kan het liefst wel makkelijk uit te voeren, zeg maar.
Het lijkt me ook wel grappig om een keer, weet ik veel, paaldansen te doen. Maar dat moet ik wel waarschijnlijk met de samenwerking regelen. Want anders is het ook wel prijzig voor mij. En ik ben ook maar een studentje. Dus ja, dat lijkt me bijvoorbeeld ook wel eens grappig van hoe dan paaldansen. Dat heb ik nog nooit gedaan. Dat lijkt me eigenlijk wel tof. Want het schijnt juist echt een best wel moeilijke sport te zijn. In plaats van dat het alleen maar sensueel is. Dus dat lijkt me grappig. Maar gewoon... Allemaal dingen van hoe dan, dus dingen die je nog nooit gedaan hebt en hoe moet dat dan? Of nou, niet zozeer, het is niet zozeer dat ik in die video uitleg van, oh, zo zou je het moeten doen. Maar het is meer de ervaring dat ik, een soort first impression eigenlijk. En dan dingen dus die ik nog nooit gedaan heb. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar wat jullie reacties daar ook op zijn en wat jullie ervan vinden. Ik hoop dat je het echt heel leuk vindt, want ik heb het zelf bedacht en ik ben daar heel erg enthousiast over. En ik ben nu al zo benieuwd om... Ik wil eigenlijk gewoon nu al, terwijl het woensdag is, wil ik hem al online gooien. Terwijl die pas zaterdag online komt. En ik kan nu al echt niet wachten. Dus ja, grootste plannen daarvoor. Dus als je me wil helpen, laat even in die video reacties achter wat ik eventueel nog meer kan doen en wat jij graag wil zien. Want ik maak het natuurlijk uiteindelijk ook voor jullie. Ook voor mezelf, omdat ik het zelf ook leuk vind om te doen. Maar ook voor jullie natuurlijk. Want als jullie niet kijken, dan is het ook een beetje jammer van de serie. Dus ja, ik ben er echt heel erg benieuwd naar. Ik ben echt zo excited. Dus ik hoop dat jullie hoe dan ook leuk vinden. En vergeet dus niet de eerste aflevering te kijken die afgelopen zaterdag online kwam. En ja, dus dat. Ik heb het nu op Snapchat gedeeld. En ik had ook op Instagram gezet dat ik een geheim... Ik had op Instagram gedeeld dat ik op Snapchat een geheim had gedeeld. Dus, en de volgers stromen nu echt binnen via Snapchat. Eigenlijk deed ik nooit iets met Snapchat, maar het is eigenlijk best wel leuk. En nu dan toevallig geen nieuwe vrienden, maar echt om de seconde voegen mensen me weer toe. Of nou, om de seconde, om de minuut. Laat ik het daarbij houden. En ik vind het echt super tof. Het is echt heel gek. En... ik kan dus ook precies zien hoe vaak mensen naar mijn snap kijken. En dat vind ik wel grappig. En hij is nu 24 keer bekeken. Als ik hem vernieuw, dan is hij 28 keer bekeken. Dus dat gaat vrij snel. En die onderste is dan alweer meer bekeken. Ik vind het grappig dat je dat precies zo kan bijhouden. Dus in ieder geval door 28 mensen is het nieuws nu gezien. Of door 33. Want 33 mensen kijken gewoon niet verder. Lol. Die dachten, oh, nu is wel genoeg. Ik vind het zo grappig. Ik ben dan echt om de seconde aan het vernieuwen. En dan denk ik van, oh, cool. Er gaat echt een nieuwe wereld voor me open met Snapchat. Oh, nu is het allemaal 29 keer bekeken. En deze 34. Met drie mensen, of een paar mensen die dachten dus van, ah, ik ga hier verder kijken. Oh. Oeh, 32. Het zou leuk als de cijfertjes dan veranderen elke keer dat ik dan naar beneden swipe. Maar, ja... Dus daar ben ik nu even druk mee. En ik ga straks even douchen, denk ik. En misschien even wat make-up op doen. Kunnen jullie mij ook weer wat beter aanzien. Eigenlijk zijn jullie altijd wel heel erg... Ik krijg nooit echt gemene reacties als ik zonder make-up film of zo. Maar ik heb soms wel, als ik hem terugkijk, dan denk ik van... ik vind het leuker om naar mezelf te kijken terwijl ik make-up draag dan terwijl ik geen make-up op draag. Maar dat heeft denk ik iedereen wel. Je doet niet voor niets make-up op. Om je er mooier uit te laten zien, in principe. Dus ja, ik ga in ieder geval de laatste dingetjes editen. Ik hoef alleen nog de intro hoeven te editen. En dan heb ik dus zeg maar de video af. En hij is gelukkig... Kijk hoeveel knip en plakwerk. Hij is onder de 10 minuten. Of, oh nee, net over de 10 minuten dan. Of misschien niet. Als ik het intro nog iets korter krijg, dan kan ik hem misschien net onder de 10 minuten maken. Want ik kan me anders voorstellen dat het ook wel weer heel lang is om naar te kijken. Maar ongeveer 10 minuten wordt de eerste aflevering. Ik ben zo benieuwd. Ik wil hem eigenlijk gewoon nu online zetten. Maar kan ik echt niet doen, want het moet zaterdag gewoon. En dat... Ik kan echt niet wachten. Oké, change of plans. Voor alle lieve mensen die dachten van... Ah, het hoeft helemaal niet door make-up op. Thanks. Want ik ga het toch niet meer doen vandaag, denk ik. Ik ben niet zo goed begonnen met eten eigenlijk vandaag. Want ik was vrij laat wakker. Om 12 uur of zo. Toen ging ik ontbijten. Maar het was eigenlijk al middag eten. En eigenlijk had ik vandaag ook niet zoveel trek. Maar ik deed ook vandaag niet zoveel. Dus dan heb je natuurlijk ook wel minder nodig. Maar denk niet dat ik... Als je dit vlog voor het eerst ziet, het is niet zo dat ik twee keer per dag eet. Normaal eet ik echt de hele dag door. Maar nu op een of andere manier had ik er geen behoefte aan of zo. Ik was ook zo druk met Snapchat dat ik de tijd gewoon vergat. Het is nu iets van 4:30, geloof ik.
Klopt dat? Nee, het is 4:15. Nou ja, zat er niet ver naast. 5:45 trouwens. En ik ga nu dus even de boel inhalen qua eten met rijstrollen. Ik hou ervan. Ik heb rijst. Ik heb een bord met warm water om ze in te weken. Ik heb de rijstnoedels geweekt. Dat duurt ook niet lang. En komkommer en tomaat gesneden met avocado erbij. En de sausjes staan ook klaar. En let's do this. Oh my god, zo leuk. Iemand, mijn vlog van Koningsdag is gisteren online. Of jeetje, is vandaag online gekomen. Want dat is nu dus precies een week geleden. En iemand reageerde, YessieXO, reageerde dat vrouwen, zeker als ze ongesteld zijn. Ja, ik liet een beetje doorschemeren dat ik vorige week ongesteld was. Ik had een zwak moment. Ik moest janken omdat ik vlaggetjes niet op mijn gezicht kon tekenen. Ja, zo erg is het soms als ik ongesteld ben. Echt heel erg. Maar... dus ik kreeg een reactie dat vrouwen vaak koudere handen hebben. Zeker als ze ongesteld zijn. Dan mannen. Dus dat daarom mijn handen vaker koud zijn en die van Jeff warm. Dus dat vond ik wel een hele leuke reactie. En toen dacht ik van cool. Dus dat moet ik straks even zeggen tegen Jeff als hij thuis is. Maar dat wil ik even laten weten. En blablabla, dat. En nu ga ik nog een stuk verder editen. Want ik heb nog steeds niet geëdit. Moet ik wel doen. En dan is mijn eerste hoe dan aflevering klaar. Ja. Ik heb trouwens zo'n zin in chocolade ineens. Ik ga echt... ik heb het over ongesteld zijn. En ik heb meteen trek in chocolade. Ja hoor. Ik ga denk ik gewoon lekker een chocolademelk loopje maken. Dan heb ik mijn chocoladebehoeftes weer voldaan. Ik en Jeff hebben trouwens echt iets raars met zo praten. Dat vinden we echt helemaal geweldig de laatste tijd. Vooral ik. Ik hou er altijd van. Ik had altijd rare stemmetjes in mijn leven. Ik doe nu zeg maar een soort van Amsterdams trying to Amsterdams accent. Maar ik heb ook een tijdje gehad dat ik echt opa stemmetjes deed. En dan was het echt zo van hallo allemaal. Dat was echt super lelijk. En dan, oh, wat ben ik nou aan het doen? Ik ben een pannetje aan het vullen met water, maar ik wilde juist amandelmelk in doen. Ik snap het leven even niet meer. Maar... dat vond ik vet grappig. Want deden we altijd met een vriendin, deed ik dat altijd. En dan noemden we onszelf de pedo-opa's. Vet raar eigenlijk achteraf. Maar dan was dat van... hey, ja, ik weet nog in mijn tijd toen ik nog jong was. Dat vond ik niet raar. Dus dat. En nu heb ik gewoon een... ik weet niet, de ene keer is het... gewoon, en de andere keer is het weer Amsterdams. Ik weet het niet. Ik weet niet wat ik heb. Maar het komt erop neer dat ik het soms leuk vind om even niet mezelf na te doen of zo. Bij deze. Ik weet niet. Ik heb echt een rare bui. Ik waarschuw maar alvast. Sorry trouwens dat deze dag een stuk minder leuk was dan gisteren bijvoorbeeld. Want gisteren gingen we naar Duinen. Dat was vet leuk. Als je die vlog nog niet gezien hebt. Als je denkt, ik wil even een leuke vlog zien dan Eline die er geen make-up op heeft op haar gezicht. En die niet haar pyjama aan heeft. Dan moet je toch even de vlog van gisteren kijken. Of vanmorgen. Want morgen ga ik werken. Heel interessant. En ja, dat eigenlijk. En ik zal jullie straks mijn chocomelk laten zien als hij klaar is. Maar eerst even een nieuw pak openen. Dan kan ik maar met twee handen. Anders is het ook een beetje zielig om dit als chocomelk te doen. Nou, ik zal jullie even mijn chocomelk in de maak laten zien. Het ziet er echt super ranzig uit. Maar er zit in cacao, makkapowder en... kokossuiker. Kokossuiker is gewoon om het zoeter te maken. En amandelmelk trouwens. Amandelmelk is gewoon voor de melksubstantie. En hoe heet dit? Ik ga verroeren met een mes. Want dat doe je meestal met een mes, mijn nieuws. En de makkapowder vind ik gewoon heel erg lekker. En ik wil echt weer dadels halen, want binnenkort komt mijn nieuwe mixer weer. Of mijn nieuwe. Eigenlijk die ik vorig jaar voor mijn verjaardag kreeg en die steeds dus weer terug moest. En die doos die daar sinds lag. Zeg maar, misschien herkennen jullie hem van de doos die daar sinds lag. Maar het komt erop neer dat... waar komt het eigenlijk op neer? Ja, dat die bijna gemaakt is. En dan kan ik weer dingen maken met mijn blender. Dus dan moet ik eigenlijk weer dadels in huis halen. En dan kan ik weer makka balletjes of makka dadel balletjes maken. Met nootjes. En dat is zo lekker. En dat ga ik echt... dat ga ik wel met jullie delen als ik dat klaar heb. Het is echt niet normaal lekker, dus... maar goed, eerst even roeren met chocomelk, want anders dan al die bubbeltjes en brokjes en zo. No thank you.
Nou, dat ziet er al beter uit, al zou ik het zelf zeggen. Ik wil alleen nog een keer, dat schijnt er ook te zijn, een soort van kokos slagroom kopen. Want soms mis ik de slagroom wel een beetje op mijn chocomelk. Maar ja, zo is hij ook al vet lekker. No, 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 no. Oh ja, wat ik ook nog even wilde zeggen. Ik heb echt zoveel te zeggen ineens tegen jullie. Deze menna rijst. Waarschijnlijk herken je het wel. Vroeger was ik er helemaal verslaafd aan en vond ik dit zo lekker. Maar ik hoop eigenlijk uit de grond van mijn hart dat ze die nog hebben in normale smaken. Want deze is dus veganistisch. Maar ze hebben nu manna fruitfeest. En die vind ik echt vies. Ze hebben zeg maar met allemaal... Zeg maar bananensmaak en aardbeien, appel en sinaasappel. Maar ook al als je eraan ruikt. Ik ging Jeff er eentje geven van, oh wat vind je hiervan? Het eerste wat hij zei van, jeetje wat een geur. Maar er zitten zoveel, zeg wel, natuurlijke kleurstoffen. Maar volgens mij geen natuurlijke smaak en geurstoffen. Want het is echt, echt mega vies. Zeg maar de allersterkste, ranzigste smaak aardbeien die je kan bedenken. Dat zit in de aardbeien. Enzovoort. Dus ik vind het echt heel erg jammer. Want dit was echt mijn liefde. Maar nu niet meer. Stom. Nou, ik ga nu mijn vlog editen. Het is alweer veel te laat eigenlijk. Ik hoor al een uur geleden in mijn bed liggen. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Sorry dat het vandaag saai was. Maar morgen zie je weer een dag. Dus kijk alsjeblieft morgen dan. En vergeet geen duim voor deze video. Want ik heb wel mijn best gedaan. Oké. En tot morgen. Doei. Zeg maar doei, Jeffrey. Doei, ballon.